als ik een steen in mijn handen krijg. Ik gebruik de steen als alle bobbeltjes en punten die eruit steken. Die laat ik zoveel mogelijk zitten en ik ga juist kijken wat ik daarin zie. Ik ben van geboorte slechtziend, een geboorteafwijking. En ik wist al op jonge leeftijd dat ik blind zou worden. Ik ga dolgraag naar het Speksteen snijden, dat vind ik heel boeiend. Ik ben er vorig jaar voor het eerst mee begonnen. En in mijn onwetendheid koos ik een vrij harde steen uit. En daar heb ik ruim een jaar aan zitten krabben en schuren. En daar is een moeder met kind uitgekomen. Ik heb last van maculadegeneratie. Dat is een oogziekte die veel bij ouderen, het is eigenlijk een ouderdomsziekte. Iedere keer ga ik voelen en dan denk ik, ja, dit moet eraf en dat moet eraf. En dat moet blijven zitten, want dat wordt zijn neus en dat wordt zijn hoedje en dat moet zijn oren worden. Ja, je gaat kijken, zie ik er wat in. Dan had ik net een achterkleinkind gekregen waar ik toch wel een beetje trots op was, al heb ik er niks voor hoeven doen. Maar ik zag ineens, ik denk, nou, dat kan ik daar wel uitkrijgen, uit die vorm. Een moeder met kind. En men dacht toen, nou, dat geef je zeker wel aan je kleinkind, maar ik heb er zo aan zitten zwoeg, ik ben er nou nog te veel aan gehecht, dus voorlopig krijgt ze dat niet. Ik laat de steen zoveel mogelijk de steen zelf. Er zat zo'n rare grote knobbel op die steen. Ik denk dat lijkt wel een neus. Daar maak ik een neus van. Maar ja, toen ik bezig was, brak er een stuk af. Ik denk, nou ja, het moet maar een kleine neusje worden. Een beetje scheef. Dat kan ook. Ik zie ook alles. En ik kijk ook. Ik kijk. Ik voel niet. Ja, ik voel wel, maar ik kijk. Voelen is kijken. Toen ik de eerste keer mee naar huis ging, toen iedereen die ik tegenkwam, zei ik, oh, moet je even kijken? Ik heb wat gemaakt. Ja, eigenlijk heel lekker kinderachtig, hè? Of kinderlijk. Maar dan was ze echt heel blij ermee.